gaan dotazen. Het is weer zover. Vandaag met de dobber de polder in. Lekker, licht bepakt. Beetje stekjes hoppen. Hoe gaan we te werk? We hebben een normale spinhengel eigenlijk. Tot 80 gram heb ik hem. 2,70 meter lang. Daarop hebben we een gevlochten lijntje. Een 4000 serie molotje. Dan hoe zit alles voor de rest in elkaar? We hebben hier een stuitje. Hier hebben we een quick linkje voor de dobbers. Waardoor je snel van gewicht van dobber kan wisselen. Hier hebben we quick linkje voor de gewichtjes. Dan kan je makkelijk je gewichtjes snel en handig wisselen. Een speldje. En daar hangen we de onderlijn aan, zodat je die ook nog kan wisselen. Een enkele haak, een voren of een hoorsmakreel, we zien het wel. Het enige waar je op moet letten bij de vorens is, waar is mijn schaar? Pas, waar is mijn schaar? Hier is mijn schaar. Dat je de blaas doorprikt. Even mijn schaartje. Ik prik hem naar achteren. Hij prikt de zwemblaas kapot. Waarom? Anders gaat hij drijven. Dat willen we niet. Zo. Nou, die beetvlek die hebben we om de haak op zijn plek te houden. Je haalt wat schubbetjes weg. En we mieteren hem in. Watje. 97. En mooi vol. 97 centimeter. Is dat wat? Is dat dan wat, Bart? Sorry, Sebas. Maakt niet uit. En alles terug, joh. Ja. Ja, kickbeest. Ja. Moet zich afvragen waarom we sorry zeggen. Bart is altijd heel sceptisch over de polder, ja. En ik ben er fan van. Ik zeg, hier vang je een mooie vis en nou kijk eens. Mooi man, wat een beest. 97 centimeter. Begint al aardig vol te raken. We gaan zo eventjes wegen ook. We kunnen hem even aan het net hangen, even het net eraf halen zo. Ja, zo zien we het. Haakje eruit. Lekker zeg. Binnen. Visten met de hoorsmakreel. Wat komt er nog uit de bek zetten? Gewoon een voortie. En die is nog warm. Geniaal. Zo. Echt heel tof. Ik ga hem even meten. Zo. Even kijken. 77, maar hij is wel lekker groot. Tenminste, lekker dik. Grote buik en hij is zwaar, man. Tof.
fotootje is, gaat hij lekker terug. Ja, ja. Ja, ja. Man, man, man. Even bijkomen. We gaan even een bakje thee nemen. Zijn, denk ik, nog een half uurtje, uurtje max hier. Maar, ja, het begon al heel snel, maar die sloeg... Die sloeg je mis? Oh ja, ik sloeg de eerste mis. Daarna had Bart gelijk raak. Nou, die hebben jullie net gezien. 97 centimeter. Daarna Bart. Mis. Helaas. En daarna ging die van mij. Ging ook. Hoplakee. En die was? 78? 76? 77. 77. Lekker even een bakje thee drinken. Er liggen weer hengels in. Ze wachten af. Maar tot nu toe al een hele geslaagde dag. Vissen in de polder. Dood aas. Dood aas vissen. Bij de grond, maar hij zit zo vol. Brieline, man. Ligt er net in. Lekker theetje en Bart die zegt, daar gaat hij weer. Aanslaan en ramen en dat beest springt gelijk boven water, joh. Echt super vet. We worden steeds groter. Wat? 79. 79. Ondertussen aangekomen bij de laatste stek. En hier gaan we nog een keertje proberen. We waren net bij een ander stekje, maar daar mochten we niet vissen van de mevrouw. Maar geen probleem. Dit stekje zijn we al een keer eerder geweest. We hebben toen een klein snoekje gevangen. Kijken of we vandaag een grote eruit kunnen halen. En anders was het gewoon topdag met 5 vissen, waarvan 4 op dood aas en eentje op de shit. Kijk eens! Nee, nee! 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 Come on! Mike the Pike, we've got him! Ja, ja. Lekker zeg. Toch nog een afsluitvisje, Bas. Net voor de regen, want het begint nu te regenen. Ik had het niet meer verwacht. Ik wilde eigenlijk gaan indraaien. Maar toch gaat hij dan nog even. Deze geweldige uitel, Bart. Ja, gewoon nummer 6. Dat is gewoon nummer 6. Nou, ja, man. Mooie afsluit, Snoekie. Lekker, Bartje. Nummer 6. Visdag zit weer op, we zijn thuis. Alles is ingelaaien. Mensen weer opgeruimd en uitgelaaien. Leuke dag dus, 6 snoeken uiteindelijk. Met 97 centimeter als grootste. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende week.